9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Op onze eerste lucht hebben we vandaag de vijfde keer dat er wordt georganiseerd door Stichting Lopen door de Kanker. We zijn ooit begonnen met 900 man en vorig jaar waren we over de 2000. En ik ga ervan uit dat er vandaag nog veel en veel en veel meer gaan worden. En ik ben met een hele grote groep. Het zijn 30 ongeveer. En dat zijn allemaal dokters en doktoren in Malmö? Ja, ja. Nou, bijna allemaal. Een paar zijn in een opleiding voor dokter. En dus die worden dat binnenkort. 5, 4, 3, 2, 1 en... Ja, en daar gaat de hele groep gaat wat wandelen. Het is 10 kilometer vandaag. Het is een geweldige tocht en ik denk dat de mensen ontzettend zullen genieten van de omstandigheden. Ik zie een hele groep. We hebben hier een aantal mensen bij elkaar die van het COA zijn uit Katwijk, heb ik begrepen. Klopt dat? Ja, ja. En dat zijn een aantal vluchtelingen die al langer in Nederland zijn, of zijn die mensen hier onlangs pas aangekomen? Ja, is ook hier die mensen dat al lang in Nederland zijn, maar ook in deze groep die mensen zijn helemaal nieuw. Dus een paar maanden of zo. 5, 4, 3, 2, 1, het startschot. Ze zijn weg voor hun 5 kilometer. Die hier als eerste over de finish komt. En hij is natuurlijk wel bekaf, dat kan ik begrijpen. En we laten hem ook even bijkomen. Met zijn maatje samen hebben ze elkaar misschien wel opgepept. Dus kijk eens, ze feliciteren elkaar. Geweldig vriend. Wie ben je en waar kwam je vandaan? Ik ben Bas Meerhoort, ik kom uit Lisse. €8.000 voor de Stichting Kik. Werden Daan, Seth en Rens naar voren gehaald, want zij zijn de afgelopen maanden heel hard in de weer geweest door middel van ijzerkorkenbijtje, steekjes ophalen, of lege flessen en dan de steekjes mochten ze halen. Ze hebben dat met z'n drieën gedaan, echt de afgelopen 4-5 maanden. En zij gaan aan onszelf vertellen wat de opbrengst daarvan is geworden. Dus, €231.60 hebben deze drie kanjers opgehaald, jongens. Fantastisch. Je mag het aan Joachim overhandigen. En echt fantastisch. Jongens, nog één applaus voor deze drie.